Het regende vandaag behoorlijk, dus ik zocht een locatie op waar ik vanuit de auto kon filmen. En dat was natuurlijk de Brouwersdam en daar was het net hoog water. En ik filmde daar verschillende soorten die ik de afgelopen weken wel vaker heb gefilmd. Namelijk de bontbekplevier en de grote mantelmeeuw en de zilvermeeuw. De drieteenstrandloper. Maar de mooiste soort was nog wel de zeekoet. Die zat voor de Blokkendam aan de kant van Oudorp. En hij dreef eerst over het water. Dreef wat uit de kant weg, maar kwam naderhand terug en begon daar te jagen. Dus af en toe dook hij onder. Prachtig om dat te zien, hoe hij als een vis onderduikt. De zeekoet. Ja, dan kun je zien dat de zeetrek ook in volle gang is.